je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben zojuist naar de Action geweest. Het was echt een feestje. Ze hebben er echt al heel veel kerstdingetjes liggen. Ook herfstdingen, mega veel. En ik heb gewoon drie tassen vol met meuk. Ik weet niet wat ik allemaal heb geshopt bij de Action. Blijf dan kijken naar deze video. Ik laat je graag zien. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze shoplog. Ik zou zeggen, pak er een lekker kopje theewijn. Kom helemaal in de herfstsfeer, want het is veel herfst. Voor TikTok heb ik echt daar gefilmd. Dus vaak doe ik een shop with me op mijn YouTube kanaal. Maar dat heb ik nu apart gedaan. Dus de shop with me, die staat op TikTok. Als je dus wil zien wat er allemaal op dit moment te koop is, check even mijn TikTok account. Dat is Floor Delver. En hier laat ik dus zien wat ik heb geshopt. Dus mocht je van TikTok komen en je wil zien wat ik uiteindelijk heb geshopt, let's go, laten we beginnen. Het allereerste wat ik in mijn winkelcar, ik had gewoon een winkelcar, dat doe ik echt nooit, heb gestopt is dit mandje. En hier heb ik drie stuks van gehaald. Je denkt misschien waarom drie? Maar één voor mezelf, één voor mijn zus en één voor mijn moeder. Ik heb namelijk een idee, als het straks herfst is, 21 september, dan wil ik dit mandje geven aan hun en dan wil ik die vullen met allemaal herfst items. Mega leuk. En dan een kaartje erbij met fijne herfst of zo. Gewoon als cadeautje. Leuk. Dus ja, en ik wou zelf ook heel graag. Dus ik heb er drie. Ik vind hem echt heel mooi. Je hebt hem ook in andere kleuren. Dus een wat lichtere kleur. En dan is dit wat donkerder. Maar ik vond deze juist echt mega leuk. Als een eikel. Ik weet niet wat je erin moet doen. Want het is niet heel groot of zo. Maar ik denk, want wij hebben best wel veel van die grote kasten in huis. Met grote vakken. Dat ik het er gewoon letterlijk zo neerzet als styling decoratie. Dus een beetje van het rood dan. Dus ik vind dat echt een heel leuk detail. Deze was volgens mij 6 euro. Ik heb dus de bon van alles wel. Maar die ben ik even tijdelijk kwijt. Want hij zit ergens in een van die drie tassen. Dus die komen we zo wel tegen. Maar uit mijn hoofd was deze 5,95 of zo. En daar ben ik heel blij mee. Want ik zie de bon. Ik zal even kijken. Hier. Ja, 5,95. Oké, het volgende item zijn twee van deze dinerkaarsen. Ik heb naast mijn tv, naast onze tv, heb ik twee van die kandelaren staan. En ik dacht, hoe leuk om deze kleur erin te doen. Voor de herfst zijn een beetje van die bruin tinten, een beetje oranje-bruin. Echt perfect voor de herfst. Dus deze heb ik meegenomen. Twee stuks dus. Even kijken hoeveel dit was. Oh, hier. 59 cent per stuk. Ja, dit is niet normaal. Wat ik hier in deze tas allemaal heb. Ik pak gewoon het allereerste wat ik zie. Ik heb... Oh, wacht. Dit is misschien wel nog even leuk om te vertellen. Dit is geen samenwerking of zo met Action. Eigenlijk wel, maar ook weer niet. Niet voor YouTube in ieder geval. Maar ik ben dus Action ambassadeur. Echt, hoe leuk jongens. Ik maak al zo lang content ook voor Action. Ik ben eerder niet ambassadeur geweest voor Action. Maar wel dat ik standaard content voor hun YouTube kanaal maakte. En nu werk ze dus ook met ambassadeurs. En daar hoor ik bij. En dat vind ik zo leuk. En dat is dus voor TikTok. Maar ik dacht, ik laat het ook gewoon gelijk op YouTube zien. Dus dit is verder niet in samenwerking of zo. Maar de items en zo mocht ik wel uitzoeken. En dat heb ik dus via TikTok een samenwerking gehad. Nou, helemaal leuk. Maar ja, ik ben gewoon echt fan van de Action. Mocht je dat nog niet weten. Nou, ik heb dus dit gehad. Voor een petit paprika. En in ieder geval, dit zijn van die hele lekkere rijstwafels. Een beetje de Snacker Jack, zeg maar. Maar dan de skere variant. En dit is gewoon echt heel erg lekker. En wat gezonder als snack. Die paprika poederkruiden op die rijstewafels, dat is gewoon zo lekker. Dan heb ik drie, ja hier, drie M&M zakken gehaald. Nou, en waarom drie? Het is een limited edition. En ik wil er twee dus in een mandje doen voor mijn zus en mijn moeder. Dus helemaal leuk. Dit is een Halloween variant dus. Een gewone M&M met pinda's. Ik vind dit echt fantastisch. En wederom moet ik er ook gewoon heen voor mezelf. Wij zijn echt gek op M&M's. Ik heb M&M's ook helemaal ontdekt. Vroeger vond ik dat echt niet lekker. Ik kan dit zo weg eten, zo achter elkaar. Dus de Halloween variant. Het is niet dat die eitjes, zeg maar, die M&M's zelf ook Halloween variant zijn. Maar de verpakking alleen, ja. Leuk. Die gaat gelijk één hiervan
in een mandje. Zo. En de ander ook. Zo voor mijn moeder en mijn zus. Nou, het volgende item is het volgende. En ja, ik weet het. Het is al. Het is nog geen kerst. Maar ik ben altijd een beetje bang dat als ik iets zie liggen en ik neem het niet mee. En ik vind het echt leuk. Dat het dan misschien de volgende keer uitverkocht is of weg is. Dus ik pak het gewoon als ik het wil, zeg maar. Dit is een ledlamp in een kerstboom variant. En in principe ben ik echt niet heel fan van led. Maar wij hebben hier heel veel van die vakkenkasten. En daarin wil ik gewoon geen kaars branden. Want dan krijg je gewoon aan de bovenkant van de kast een zwarte vlek. Het is gewoon best wel gevaarlijk. En dat wil ik gewoon niet. En nou, wij gaan dus voor het eerst dit jaar kerst vieren in dit huis. Superleuk. En Sander en ik hebben erover gehad van, goh, wat wordt het thema? Want je kan natuurlijk gewoon gaan voor een beetje beige goud. Dat is wat ik normaal doe. Maar wij willen traditioneel. Dus ik heb deze gehad voor in de kast. Jullie gaan het allemaal zien. Het wordt dus een rood met groene thema. Gewoon heel traditioneel. Ik vind dat gewoon, ons huis is gewoon natuurlijk heel rustig wit en beige. En daar hou ik van. Sander vindt dat ook heel mooi. Maar met kerst en dan moet het gewoon dat nostalgische home alone gevoel worden, zeg maar. Dus het wordt rood met groen. En toen zag je dus deze kaars. En die ga ik dan vervangen, want ik heb er nu één normale. En deze met kerst dus. Een groene kerstboomkaars. Nou, lang verhaal, maar ik kan niet wachten gewoon. Kerstboomkaars, €2,99. Nou, het volgende. Het is gewoon af en toe leuk om dit soort dingen te doen. Ik heb een Halloween do-it-yourself paint set kit gehaald. Dit heb je ook met pompoenen, maar ik vond dit huisje toch wel eigenlijk heel geinig. Er zit verf in, er zit een ledlamp in en dit kun je schilderen en dan ergens neerzetten. Eigenlijk vind ik het witte al wel heel leuk. Een beetje van dat, ja, steen is dat, of wat het ook is. Maar ik ga denk ik wel schilderen. Ik zie het wel. Misschien hou ik het ook wel wit. Eigenlijk vind ik dat ook wel weer leuk. Een touch of Halloween. Maar gewoon simpel. En daar, dat is waar ik van hou. Die is €2,50. En dan zit er dus ook verf in. Nou, niet boeiend. Maar ik heb nog vochtig toiletpapier gehad. Niet boeiend. En wat ook niet zo boeiend is, is dit. Maar wel een dikke vette tip. Deze wraps van de Action zijn het lekkerst van allemaal. Dit zijn de Doeroen wraps. Dit zijn ook mega grote wraps. Probeer het een keer. Echt, als je deze keer hebt gehad, dan wil je geen andere meer. Dus deze hou ik altijd als ik bij de Action kom. Kost ook echt geen drol. Laat ik even in dat saaie thema blijven. Ik heb van die allesreinige doekjes gehad. Die heb ik altijd bij mijn kaarsen op zolder. Als ik wel wat lek met kaarsvet, hou ik het hiermee weg. Dus dat ligt dan daar. En ja, sorry jongens, ik kon het niet laten. Maar ben ik de enige? Ik ben ook niet de enige die dit doet. Kruidnoten. De witte chocolade variant. Het is gewoon zo lekker. Dan heb ik nog dit. En dit moet je ook proberen. Bij de Action te koop. Je hebt ook bijvoorbeeld bij de Dirk. Maar overal in de supermarkt is het duurder. Bij de Action is dit 99 cent. Deze tip heb ik gekregen van mijn zus. Maar probeer het een keer. Dit is echt zo lekker. Het heet Chiquilin. Geen idee, maar dit zijn van die chocoladerondjes. Kijk, met iets erin. En het is zo'n lekker koekje. Dit moet je gewoon nemen. Dus hier heb ik er twee van ergens in de tas. Twee verpakkingen en dan vul ik de koektrommel weer aan. Dus die koektrommel is dan weer gevuld. En dan als iemand op bezoek komt, krijgen ze zo'n lekker koekje. Deze is echt fantastisch lekker. Moet je proberen. 99 cent. Dan, ja, ik zei net nog, ik ben niet zo heel erg fan van ledkaarsen, maar dus wel in de vakkenkasten. En dan voor de rest in het huis of door het huis heb ik allemaal echte kaarsen. Maar ik heb deze meegenomen. Deze LED candle. En dat is een set van 4. Zo'n twister. Beetje zo'n swirl-achtige kaars. En dan dus bruinkleurig. En dit vind ik dus heel leuk voor nu zo in de herfst. Dus ik haal er even eentje uit. Dit is hem. Hoe mooi is deze kleur voor de herfst? Hij is nu aan. Oh nee, hij is niet aan. Oh, dat dingetje moet er nog uit. Nu is die aan. Maar goed, dat zie je waarschijnlijk niet echt. Maar ik vind hem heel mooi. Daar heb je er dus 4 van. Ik weet nog niet waar ik hem ga doen, maar sowieso ergens in de kasten. Want waar kan ik dat mooi gebruiken? En dat was hier. €4 voor dat pakketje. Nou, het volgende item zag ik al voorbij komen toen ik laatst al bij de Action was. En toen dacht ik, nee, don't do it. Maar jawel.
Hij is mooi. Misschien is dit ook wel leuk met zo'n kaars erin. Zo'n LED kaars. Ik wil er sowieso een kaars in doen. Maar dit is gewoon zo'n vaccinelichthouder met allemaal huisjes. Ik heb beige gekozen. Ik twijfelde tussen wit en beige. En ik vind die beige toch wat meer sfeer geven. Dus ik heb die gekozen. En dan gewoon zo'n grote kaars erin. Ik zou wel LED doen, want het zou zonde zijn als het helemaal smelt hierin. Dus een grote kaars. Nou, fantastisch. Ik vind dit helemaal leuk. Straks ook voor de feestdagen. Maar gewoon gezellig ook. Gewoon om in de kast ook weer wederom ergens neer te zetten. Deze is €2,99. Ja, dan heb ik vuilniszakken gehad. Dat haal ik ook altijd van die pedaal vuilniszakken. En ik heb Vanish gehad. Een vlekverwijderaar. Ook niet boeiend, maar was wel nodig. Wat ik ook nodig had wat op was, was de allesreiniger van de Pink Stuff. Dit is echt mijn favoriet. Ik gebruik het door heel het huis. Mijn is bijna op, dus een nieuwe. Echt weg van deze. Ik heb ook de bathroom variant voor de badkamer. Die vind ik iets minder. Die schuimt heel lekker. Maar die geur vind ik gewoon echt niet lekker. Deze wel. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik de Spring Awakening mega grote geurbooster meegehaald. Zo'n voordeelverpakking. Deze geurparels gebruik ik altijd. Vooral bij mijn sportkleding. Sportkleding heb je gewoon heel snel zo'n muf geurtje in. En als je dat wast. En je kan ook gewoon wasparfum gebruiken. Maar ik merk dat die geurparels het best werken bij sportkleding. Dit vind ik heel fijn. En ik zag dus dat er nu een mega pack was. Normaal ook de gewone normale. Maar dit is dus de geur Spring Awakenings van Lenore. En die is heel erg lekker. Besef hoe groot dit ook is. Het is echt heel groot. Dus hier ben ik heel blij mee. Volgens mij was deze €9,99. Ja, €9,99. Nou, we zijn er nog niet hoor. De koekjes, waar ik er dus twee van had. Even kijken. Wat ik ook altijd haal bij de Action zijn kaarten. Of bij de Vibra trouwens. De Vibra heeft ook altijd leuke verjaardagskaarten. Maar ik heb gewoon weer wat random kaartjes gehaald voor als iemand jarig is. Ik heb dat gewoon altijd op voorraad, dat vind ik heel fijn. Ik heb deze, een blauwe variant, dikke prima. Ik heb die in het roze, ook leuk. En ik heb deze met van die glitters erin, hartstikke leuk. En deze, wishing you the best birthday ever. Nou. Helemaal weer handig. Dus ik kan mijn voorraadje weer bijvullen. Die kaartjes zijn echt 69 cent per stuk of zo. Dan heb ik Mentos meegenomen. Kauwgom, want die in mijn auto is bijna op. Ik heb altijd kauwgom in mijn auto liggen. Niet boeiend. Wel weer nodig. €3,50. Nou, dan komen we weer bij de leuke items. Ik heb twee. Oh, er zitten een beetje haartjes of pluisjes aan. En dat komt van een item wat ik straks ga laten zien. Maar ik heb twee van die houten paddenstoeltjes gehaald. Eigenlijk nu ik dit zo zie, denk ik, oh, ik wilde eigenlijk zelf ook één. Of twee, of drie. Maar dit is ook voor in de mand naar mijn zus en mijn moeder toe. Gewoon een schattig detail, vond ik dit. En ze waren 60 cent of zo. Je had ze ook in licht eikenhout, maar ik vond dit donkere juist wel heel erg schattig. Dus die, daarvan gaat er ook weer één in de eikel. Nou, blijf even in dat thema voor die opbergmandjes, die gift set wat ik ga maken. Want deze ga ik er ook in doen voor mijn moeder en zus. Dit is van Airwick, de Apple Crumble en deze geur. Ja, het blijft gewoon zo'n goede herfstgeur. Deze. Dus die doe ik ook in hun herfstpakketje. Nou, en die kaars is €1,79 per stuk. Dan heb ik van die hooks gehad. Die kun je opplakken ergens aan. Dit is echt heel erg handig. Wij hebben dit echt best wel veel in gebruik. Bijvoorbeeld de handdoeken heb ik aan een keukenkastje aan de binnenkant. En dat heb ik dus door middel van dit soort hooks opgeplakt. En dan de handdoekjes voor in de keuken hangen. Dus daar binnenin, zodat dat niet zo in het zicht zit. Ja, ik vind het heel handig. Dus deze. En dit was 80 cent. Het volgende item is iets wat je op TikTok hebt kunnen zien. Want dit gaat helemaal viral. Ik was heel blij, want er was er nog maar één van deze soort. En oh, ja. Dit is geweldig. Het is geweldig. Ik koop gewoon kerstdingen in september. Ik wil wel altijd in het moment leven. Dus ik probeer toch echt, weet je wel, nu met de herfst. Ook echt bij de herfst te blijven en nog niet te veel aan kerst te denken. Maar bij dit soort dingen, ja, je moet er snel bij zijn, anders is het weg. Oh, ik wil het openmaken. Wacht,
pak even een schaar. Maar dit is zo'n wierookhuisje. In een gingerbread variant. En die heb je echt in allerlei verschillende kleurtjes en smaakjes. Maar ja, ik heb deze gekozen. Ik denk niet dat ik het zelf als wierook ding ga gebruiken. Want Sander is echt geen fan van wierook. Hij vindt dat echt niet lekker. Dus ja, dat zou stom zijn voor mij als ik het wel ga branden. Maar het is gewoon zo cute. Kijk nou. Zo'n bruin huisje. Met sneeuw en gingerbread. Oh, ik vind dit zo cute. En dan kun je dus wierook hierin doen. Dat zit hier ook allemaal in. Van die kegeltjes, die zet je hier op. Die steek je aan. En dan komt er uit het schoorsteentje rook. Ja. Zo cute. En tuurlijk, als je echt goed kijkt, dan zie je dat bepaalde details gewoon niet heel mooi zijn. Maar het is gewoon te schattig om gewoon ergens neer te zetten. Dus ja, ik kon het weer niet laten. Dit is wel leuk om buiten aan te steken of zo. Nou, helemaal cute. Een wierookhuisje. Er zit ook een pincet bij. Waarom, weet ik niet. Maar goed. Dit huisje is 5 euro. Dus die heb ik meegenomen. Nou, we zijn er nog niet. Oh, het blijft maar doorgaan. Ik heb een onderbordje gehaald voor een kaars die opbrandt. Zodat het niet zo helemaal gaat lekken. Deze was 1,79 euro in het beige. Dan heb ik dit gehaald. Dit is een candlehouder, 3 stuks. In een set dus. En ik zag op TikTok iemand die hier een hele leuke do-it-yourself weer mee had gedaan. Met zo'n dienblad dat ze dat erop had geplakt. En dan met leuke herfstdeco er een beetje tussen. Dat kan ik gaan doen, maar ik vind het misschien ook wel gewoon leuk om dit her en der een beetje neer te zetten in huis. Er zit dus een wat kleinere variant in. Nou, en een middel variant. Dus dit als set is toch helemaal leuk. Enig vind ik dit. Toch te cute. Dus ja, die heb ik ook meegenomen. Kan even niet vinden op de bon hoe duur die waren. Nou, dan zijn we bijna klaar. Nog 2 items. En het ene item. Ja. Oh, mijn ring gaat af. Ik kon het wederom niet laten. Dit is een deken. 1,40 bij 1,80. Met allemaal leuke kerstpatroontjes. Deze zag ik ook op TikTok voorbij komen. Is heel zacht. Ik vind het gewoon helemaal gezellig. Past helemaal straks bij het rode en groene. Dat traditionele wat we dus in ons huis gaan doen. Dit was 10 euro en de binnenkant is niet normaal zacht. Ik ben gewoon weg van die gingerbread en gewoon die traditionele kerstding. Ik hou ervan. Dus deze misschien straks dan lekker zo op de bank. Helemaal gezellig. Dan kom ik bij het allerlaatste item. En dat is een sjaal. Ik zag deze sjaal. En ik vind deze zo mooi. Echt perfect voor de herfst. Ik ga hem even losmaken. Zo, ik heb hem er losgemaakt. Dit is de sjaal. Het is echt zo'n grote sjaal. Ook mega zacht. Echt heerlijk. Die kleurtjes ook. Echt zo'n herfstsjaal. Hij kietelt ook niet, want ik had al even in de winkel een beetje zo gevoeld. Het kietelt niet. Helemaal gezellig, helemaal leuk. Het is nu wel nog bloedheet buiten, maar zoals je kan zien, ik ben er helemaal klaar voor. Niks houdt mij meer tegen. Dus deze, heel blij mee. Gewoon van de action. Nou, dat was mijn shoplogje wel. Wat een spullen, hè? Het is toch fantastisch. Ik ben er zo weg van. Ik ga dit lekker allemaal een plekje geven. Ik ga mijn huis gauw herfst decoreren. Misschien staat hij al online. Als jullie dit zien, misschien komt die komende video online. Ik moet nog even kijken wat de planning daarvan is. Maar ik ga het in ieder geval aankomend weekend filmen. En leuk maken hier in huis. Dus can't wait. Ben je benieuwd hoe mijn huis eruit komt te zien qua herfst? Bekijk dan, of ja, volg me dan op YouTube. Abonneer je op mijn kanaal, dan mis je die video niet. En ik zou zeggen, check even mijn TikTok-account. Want daar heb ik dus gefilmd wat er allemaal te koop is bij de Action. Dus bedankt voor het kijken en ik zie je tot de volgende video weer. Doei doei!